De RET is donderdag gestart met het aanbieden van gratis wifi in metro en tram. Op metrolijn E rijden de eerste twee metro's met wifi rond. Ook de eerste tram met wifi rijdt inmiddels door de regio. Elke week komen er nieuwe voertuigen met wifi bij. Deze zijn herkenbaar aan de stickers op de ramen. De RET verwacht dat komende zomer ook station Schiedam Centrum is voorzien van gratis wifi. Vanaf komende zomer zijn ook alle trams en bussen voorzien van gratis wifi.